welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe testvideo, zoals ik altijd maak. Ik zeg het echt alsof het iets bijzonders is. In ieder geval, een tijdje geleden zag ik dat Boozy Shop met nieuwe make-up is uitgekomen. Voor de mensen die Boozy Shop niet kennen, volgens mij de nummer 1 grootste make-up winkel online van Nederland. En ik bestel daar altijd mijn make-up en alles. En ze hebben ook hun eigen huismerk make-up lijn. Ze hebben skincare en make-up. En ik zag dat ze met wat nieuwe make-up producten zijn uitgekomen. Dus die heb ik allemaal besteld. Is al wel een tijdje geleden. Was volgens mij zelfs al voor mijn 2 weken break. Maar jullie hebben mij al meerdere malen verteld dat het jullie niet uitmaakt als ik iets een beetje te laat post. Of in ieder geval wat later. Dus ja, ik dacht ik wil ze gewoon alsnog gaan reviewen. Want alles is gewoon nog te koop. Als jij de producten al hebt gehaald, laat ons ook eventjes weten beneden in de reacties wat jij ervan vindt. Want dan kunnen we een beetje zo kletsen met elkaar en zien wat we er allemaal van vinden. En ik ga gewoon vandaag deze make-up testen. Het zijn 3, 4, 5 producten. En ik ben heel benieuwd, want hun make-up lijn is betaalbaar en meestal ook wel goed. Ik heb ook al een aantal andere producten van hun waar ik echt oprecht blij mee ben. Dus ja, ik ben echt gewoon heel benieuwd. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, het enige wat ik al heb gedaan is dagcreme, mijn wenkbrauwen en ook SPF. Ik heb een nieuwe gezichts-SPF. Deze is bio. Ik ben voortaan op de bio-tour. Dus alles is voortaan biologisch. En deze heb ik gewoon online besteld. Maar ik besefte me eigenlijk niet dat deze een tint afgeeft. Normaal hou ik daar niet van. Maar ik dacht, laten we het gewoon proberen. Ik heb hem al. En ik vind het echt best wel mooi. Hij heeft mijn gezicht echt een beetje egaal gemaakt. I love it. Maar ja, ik ga er gewoon alsnog make-up op aanbrengen, obvious. En we gaan beginnen met een primer. Dit is de Boozy Shop Pore Blur Putty Primer. Dit is dus een putty primer die je aanbrengt op je poriën, waardoor je ze wat minder goed zult zien. Hoe ouder ik word, hoe beter ik mijn poriën begin te zien. Ik weet nog, toen ik begon met YouTube, toen was ik volgens mij 22 of 21. Toen had ik ze echt helemaal niet. En nu wel echt. Ik zie ze echt hier zitten. En ik kan niet echt hele goede producten vinden die ze echt helemaal weghalen. Of in ieder geval genoeg, naar mijn mening. Dus ik ben heel benieuwd hierna. Het is ook een totale dupe van de Elf Putty Primer. Deze is echt geweldig. Dit is een van de beste putty primers die ik ooit heb gebruikt. Zoals je kunt zien, is hij ook echt geliefd. Dus ik ben heel benieuwd of deze net zo goed gaat zijn. Ik had er ook ooit eentje van Catrice gebruikt. Die was niet zo goed. De meeste zijn niet zo goed. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga even mijn haren naar achteren doen. Oh, wat ik ook heb gehaald van hun, gewoon als extra, want ik moest het hebben, is deze brush cleaner spons. Deze zijn altijd heel fijn die ik had. Was van AliExpress. Die heb ik echt een jaar gebruikt of zo. Die was er echt helemaal kapot en vies. Dus ik heb nou deze bij hun besteld. En deze is ook echt geweldig. Wat dit dus doet, is dat het gewoon heel snel je kwasten schoonmaakt. Dus als ik inga met een kleurtje en ik wil een andere kleur aanbrengen, maar niet switchen van kwast, dan ga ik gewoon zo in deze brush cleaner. En dan wordt die schoongemaakt en dan kan ik een andere kleur aanbrengen. Het maakt niet zo goed schoon als dat je juist gewoon met zeep zou doen. Maar wel in ieder geval schoon genoeg dat je gewoon meerdere kleuren kunt gebruiken met één kwast. Dus dat vind ik echt ideaal. Want mijn kwasten zijn echt al lang niet gewassen. Echt, ik moet me echt schamen. Kijk even dit. Echt helemaal vies, maar oké, whatever. Ik weet niet waarom ik mijn ei hier expose. Oké, nou laten we het gewoon proberen. Je moet niet al te veel gebruiken en breng het vooral niet aan over je hele gezicht. Want het is best wel vettig en je make-up gaat echt glijden als je het over je hele gezicht aanbrengt. Breng het echt alleen maar zo hier aan. Dus ik pak gewoon zo'n klein beetje. En dat breng ik gewoon zo aan. En dan ga ik het gewoon een beetje zo indrukken, zeg maar. En een beetje uitsmeren. Het voelt heel dunnig aan. Dunner dan die van Elf. Ik breng ook altijd een beetje hier aan. Want het maakt ook altijd een klein beetje mat. En mijn kin is echt mijn problemenzone. Daar is het altijd vettig. Terwijl ik helemaal geen vettige huid heb. Wow, ik denk dat ik echt verschil zie. Gewoon lekker goed indrukken. Zoveel als dat je gewoon moet hebben. Niet te veel ook weer. En wat ik dan altijd doe, is dat ik het een beetje laat inwerken voordat ik echt verder ga met de rest van make-up. Want als je al te snel begint met je make-up, dan ben je het gewoon weer af aan het halen. En dat is niet de bedoeling. Het moet wel een beetje zo erin gaan. En ik heb niet veel gebruikt. Dit is het. Je hoeft nooit veel te gebruiken. Dat is wel fijn. Het is wel echt een beetje vettig. Vettiger dan die andere. Het is niet echt mat eigenlijk. Ik ben net aan het vertellen over dat het dus mat maakt. Ja, ik zie wel echt verschil. Ik hoop ook dat het gewoon goed blijft zitten als ik me verder opmaak. En dat ga ik ook nou eventjes doen. Ik ga even foundation aanbrengen en concealer. Sorry, maar ik ben echt in shock. Het is echt heel goed. Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht dat hij net zo ging zijn als die van Catrice niet zo goed is. Maar hij is echt goed. Ik zie echt minder poriën. Normaal zie ik ze hier echt heel erg goed. Je kunt ze zo goed zien dat je ze zelfs af en toe gewoon ziet op beeld. Ik gebruik by the way geen filter of zo in mijn video's. Alles is gewoon rauw. Het is echt een stuk smoother. Ik ben echt in shock. Het maakt alleen niet mat. Dat is wel het grote verschil van die van Elf. Die van Elf is wat dikker en matter. Deze is wat minder dik en wat minder mat. Maar ik met mijn droge huid vind dat op zich wel fijn. Dus ja, I like it.
Echt een fijn product. Ik heb nou, by the way, foundation op en concealer. Oké, laten we verder gaan met het volgende product. Dit is de Booty Shop Loose Setting Powder in de kleur Translucent. Dit is dus een losse poeder. Ik ben altijd op zoek naar goede, betaalbare losse poeders. Ik gebruik een losse poeder letterlijk elke dag. Ik gebruik nooit een pressed poeder, altijd een losse poeder. En ik heb er ook echt een hoop, dus ik ben benieuwd. Is dit translucent? Want ik zie een beetje geel. Normaal zijn die echt wittiger. Ik ga weer heel dit ding eruit halen, want dat doe ik altijd. Oké, het is best wel gele voor een translucent poeder. Kun je dit zien? Maar op zich, ja, ik vind het gewoon wel oké. Ik heb een gele ondertoon, dus mij maakt het niet uit. Ik vind het juist nooit zo fijn als het te wit is, want dan laat het zo'n witte waas achter. Oh, je hebt translucent en je hebt banana. Heb ik banana besteld? Ik ga hem niet zeggen dat ik banana heb besteld. Oh nee, het is wel echt translucent, oké. Banana is echt letterlijk een bananenkleur, best wel geel. En die is dus goed voor de wat donkerder huid. Hey, ik vind de poeder ook fijn, jongens. Het gaat vandaag echt goed. De eerste twee producten zijn echt al toppie. Het maakt inderdaad goed mat. Het laat geen gekke waas achter of zo. Zoals je kunt zien, het is gewoon ja, alsof ik niks heb op mijn gezicht. Er staat ook online dat het echt olie absorbeert. Dus ideaal voor mensen met een vettige huid. En het is ook echt een super fijne poeder. Het is echt heel zacht. En ja, het laat niet zo van die grove stukken achter of zo. Nou, dat was het voor vandaag voor het gezicht. Dus ik ga eventjes mijn gezicht afmaken. En dan gaan we beginnen aan de ogen. Daar ben ik weer. Heel mijn gezichtsmake-up zit erop. Dan gaan we beginnen aan de ogen. En voor de ogen heb ik één product. En dat is deze eyeliner. Dit is de Booty Shop Winged Eyeliner Stamp. Oké, dit is dus zo'n stamp eyeliner. Echt, merken blijven uitkomen met deze stempel eyeliners. Wie gebruikt? Zijn er echt mensen die het echt gebruiken? Ik ben echt heel benieuwd. Mij lijkt het wel ideaal voor een beginner, maar vaak werken ze gewoon echt niet. Aan de ene kant heb je dus een pen. Deze pen is echt best wel groot. Oeh, hij is wel lekker zwart. Hij is wel heel droog. Hij is niet heel nat. Dan aan de andere kant heb je dus zo'n stempel in een driehoekje, zeg maar. En dat zou dan het makkelijker moeten maken om een winged eyeliner te maken. Zie je dit? Die moet je dan zo hier drukken. En dan de rest van je wing maak je gewoon met de normale pen. En dat zou dan moeten werken. Als ik zo kijk naar deze swatches, ik mis wel een beetje pigmentatie. En ik vind het ook veel te droog, denk ik. Maar ja, laten we het gewoon proberen. Dan weten we het zeker. Oké, ik ga dus eerst de stempel zo aanbrengen. Dat is altijd het moeilijkste gedeelte. Want je moet hem dus echt gelijk goed doen, want anders heb je gewoon een scheve wing. Oké, deze onderkant is iets te laag, maar al met al is het wel oké. En dan ga ik de wing afmaken met gewoon deze pen. Oké, als ik de wing niet zou bijwerken, dan is het eigenlijk gewoon dit. Het is best wel oké. Ik ben hier alleen echt iets te laag gegaan, maar dat ligt aan mezelf. Ik had het gewoon hoger kunnen doen. Echter vind ik hem iets te dik, dus ik ga hem iets dunner maken met gewoon deze pen. Oké, dit gaat niet echt goed. Ik ga een beetje opruimen. Oké, dit is nu het beste wat ik ervan kon maken. Het is wel gewoon echt oké, maar de pen is te droog. Het is te droog en dat maakt een beetje stroefjes om mee te werken. En dat is wel jammer. Als het iets natter was geweest, dan was het echt makkelijker geweest. En deze wing is echt best wel driehoekig en best wel dikker. Dikker dan hoe ik het normaal zou doen. Laten we het gewoon ook gaan proberen bij het andere oog. Poging 2. Ik ga hem nou dus iets hoger doen. Hier. Ja, kijk. Dat is al een stuk beter. Ja, het is allemaal niet echt exact hoe ik het zou willen. Ik vind het allemaal te dik, jongens. Ik vind die wing echt te dik. De wing is te dik en de pen is te droog. Dus ik vind deze helaas niet zo fijn. Even een laagje mascara aanbrengen. Ik heb een lash lift gehad, dus ik hoef geen nep wimpers op te doen. Dat is echt zo fijn. 5 minutes later. Ik was aan het brabbelen dat ik geen nep wimpers zou doen. Ik heb ze toch wel opgedaan, want ik vond de wing te dik. Waardoor mijn echte wimpers echt helemaal wegvielen. Dus ik heb toch wat nep wimpers opgedaan. Ik heb deze opgedaan van Loda's Lashes. Mijn fave in de kleur Icons Only. Oké, dan nu de lippen. Ik heb ook iets voor de lippen. Dit is de Booty Shop Jelly Lip Oil. Dit is dus een jelly lip olie. Booty Shop komt heel vaak uit met lipproducten, lipglossjes, lipolieën. En dit is dus weer een nieuwe soort lipolie, want het is een jelly. Ik ben aan het wachten persoonlijk totdat ze eindelijk gewoon normale lipsticks maken. Want het is iedere keer of een lipgloss of een lipjelly. Maar ja, dat zal misschien nog wel ooit gebeuren. Maar ik ben in ieder geval heel benieuwd naar deze. Want ik ben een grote fan van lipolieën. Dus ja, ik ben benieuwd. Even deze lipbalm eraf halen. Kleine mini applicator, echt heel cute. Oeh, voelt heel zacht aan. Voelt inderdaad echt aan als een jelly. Er staat online dat het hydrateert en je lippen zacht aan laat voeden. Ik vind alleen de applicator iets te klein. Het is een beetje lomp. En het is ook helemaal niet plakkerig. Dat stond online al, maar dat iets online staat houdt niet in dat het ook echt per se zo gaat zijn. Maar het is inderdaad niet plakkerig. Het voelt letterlijk aan als een jelly bedoel ik. Gewoon zo zacht en zo. Ja, zo. Het glijdt heel erg.
Ik vind het fijn. Ik hou echt altijd van een goede lipolie. And last but not least, setting spray. Dit is de Boozy Shop Matte Finish Setting Spray. Ik vind het wel jammer dat ze alleen maar een matte hebben uitgebracht. Ik bedoel van, je hebt ook meiden als mij met een droge huid die niet per se een matte spray willen. Maar goed, ik ga hem gewoon aanbrengen. Dit moet dus obvious je gezicht mat maken en ervoor zorgen dat je make-up lang blijft zitten. Hele fijne spray. Het valt zo heel zacht op je gezicht. Echt als een mist. I love it. Ja, het heeft mijn gezicht ook echt wel wat matter gemaakt. Dat zie ik ook aan de blush. Er is een klein beetje glans weg. Als je dus iets mats wilt, is dit ideaal voor jou. Ik ga wel nog even wat meer blush aanbrengen. Want nou is het een beetje minder geworden. Oké, nou dit was het dan. Het is een hele mooie neutrale look geworden. Een hele mooie everyday look. I love it. Wat vonden we van de producten? Ik ben al met al echt tevreden. Vooral deze body primer. Oh my gosh. Ik zie echt duidelijk verschil. Ik ben in shock. Ik had het echt niet verwacht. Dus deze is echt de winnaar van vandaag. I love it. De poeder vind ik ook fijn. Deze stamp is eigenlijk, deze eyeliner stamp is het enige wat ik vandaag niet aanraad. Ik vind dus die stamp te dik en ik vind de pen te droog. Deze lipolie ook echt heel fijn. En deze matte spray maakt ook echt mat. Dus ik raad eigenlijk basically gewoon al deze producten allemaal aan. Behalve deze eyeliner. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat jullie van de producten vinden beneden in de reacties. En of jullie misschien al één of meerdere hebben. Ik ben heel benieuwd. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!